Hoe krijgen jij en ik meer volgers op Instagram? Dat is door het algoritme te snappen. En ik heb in 7 dagen 18 real video's gepost en bijna 200.000 nieuwe mensen bereikt. En in deze YouTube video gaan we 4 van mijn Instagram real video's beoordelen, analyseren en kijken waarom het algoritme de ene real video veel meer weergave gaf dan de ander. Zodat je je eigen reels kunt gaan verbeteren en ook kunt gaan groeien in volgers. De eerste video kreeg bijna 30.000 weergaven en die ging over mijn moeder en een armband die ik van haar kreeg met een specifieke tekst erbij die ik in die korte video gewoon ging oplezen met een beetje mijn kijk naar zoon-moederrelaties. Laten we hem bekijken. Mijn moeder koopt deze armband voor mij met de tekst aan mijn zoon. Zelfs als ik niet in de buurt ben, wil ik dat je weet dat ik van je hou. Voor de kleine jongen die je ooit was, voor de geweldige man die je nu bent en voor de prachtige zoon die je altijd zal zijn. Je hebt me zoveel redenen gegeven om trots te zijn, maar het meest trotse moment voor mij is om anderen te vertellen dat jij mijn zoon bent. Ik hou van jou, mama. Ik hoef geen huis, geen auto of nieuwe keuken voor haar te kopen als zoon. Ik hoef alleen mezelf dag in dag uit, beetje bij beetje, verbeteren ten opzichte van de vroegere kleine jongetje die ik ooit was. Deze video kreeg 450 likes en is 13 keer opgeslagen. Het kan zoveel likes gekregen hebben omdat zoon-moederrelatie is gewoon een super herkenbaar thema, waardoor je makkelijker en sneller op de like-knop drukt. En misschien is het voor iemand een voorbeeld van hoe een relatie tussen zoon en moeder mag zijn. Je mag van elkaar houden en die liefde tonen. De volgende video kreeg maar 1700 weergaven en 43 likes, maar werd wel 14 keer opgeslagen. Laten we hem bekijken. Verdubbel nu je views en je volgeraantal op Instagram door deze knop aan te zetten. Dus niet ook delen op Facebook, maar aanbevelen op Facebook. Dan zie je bijvoorbeeld, zoals bij deze post, dat bijna de helft van de weergaven van Facebook komen. Maar mensen die die post op Facebook als real zien, bijvoorbeeld, die moeten dan doorklikken en komen zo op je Instagram terecht. Dus zo heb je gratis bereik van een extra platform van Facebook, wat dus ook wordt geteld op je Instagram-account. En als mensen de reacties willen lezen, dan gaan ze vanuit Facebook, dus moeten doorklikken en op je Instagram terechtkomen. En zo groei je ook makkelijker in volgers, los van dat het jouw bereik met een simpele klik op een knop verdubbelt. Deze video gaf dus een hele specifieke Instagram growth groeitip. En die is maar voor enkele mensen relevant. Eigenlijk alleen voor mensen die daadwerkelijk op Instagram willen groeien. Maar er zitten ook heel veel pottenkijkers die daar niet in geïnteresseerd zijn. En gewoon geëntertained willen worden en niet per se geeducated, oftewel geïnformeerd willen worden. De derde video van Spot the Cherry werd meer dan 23.000 keer bekeken. 61 keer opgeslagen en heeft meer dan 900 likes. Laten we hem bekijken. Spot the Cherry. Niet uitkleden. Oh. Laat zien wat je kan aan de bar. Ja, als het goed is. Jukkezoek. Hoe krijg ik zo'n strak spier door jou? Ja, gewoon blijf sporten, hè, zou ik zeggen. Dit is een Instagram reel die ik samen met Tibor Wouda heb gedeeld. Hoe heb ik dit gedaan? Door hem als bijdrager uit te nodigen van die Instagram reel post. Zodat beide onze profielen hem soort van gedeeld hebben. En dit heeft automatisch al het bereik vergroot. De volgende video heeft 80.000 weergaven, bijna 4 keer meer. En ik denk dat deze 4 keer minder kreeg, omdat toen die jongen aan het trainen was en de oefening deed en 3 keer dit herhaalde, dat het misschien iets too much was. Misschien kon ik die jonge man de oefening 1 keer minder laten doen, zodat de video sneller een nieuw beeld kreeg, de kijker ook langer geïnteresseerd bleef. En door die verhoging in kijktijd zou het algoritme die Instagram Reel video ook veel meer pushen in het algoritme aan mensen met soortgelijke bijvoorbeeld sportinteresses. De laatste video van Cherry, die meer dan 80.000 weergaven kreeg, heeft ook meer dan 2600 likes en is 58 keer opgeslagen. Laten we hem bekijken. 80 kilo. Ja, gezicht eruit. Langzaam. Ik ben iets vergeten toe te voegen. Deze post heeft zoveel mensen bereikt omdat
een nieuwe kijker die dat bericht tegenkomt, nieuwsgierig is naar hoeveel kilo kan hij daadwerkelijk bankdrukken. En dat resultaat werd vanaf het middenpunt tussen aan het eind pas laten zien met de reacties van het publiek. Dus dat maakt dat die video wel 80.000 weergaven heeft verdiend. Als je deze week ook meer mensen wil bereiken op je Instagram-account en daaruit ook meer volgers wil krijgen, dan is het handig om niet zozeer te focussen op de likes die je krijgt. Deze reel heeft Jerry ook als bijdrage geaccepteerd op zijn profiel. Dus daardoor kreeg hij best wel snel veel meer likes. Want de volgers van Jerry komen er dan bij. En volgens mij heeft Tibor ook dan deze post geaccepteerd. Hij heeft meer dan 100.000 volgers en ik iets van 6.000. Dus het komt op een ieders profiel terecht. Dat is het grote voordeel. Het nadeel is dat ik in een week met maar 6 volgers ben gegroeid. Waarvan 21 mensen me hebben ontvolgd en 27 nieuwe mensen mij hebben gevolgd. Als je een ander uitnodigt om jouw Instagram reel te delen, dan gaat de aandacht dus ook verspreid naar de verschillende accounts en weten mensen soms niet wie heeft nou die post origineel gemaakt en ja, hebben ze ook minder reden om te onderzoeken wie heeft dit nou gepost, die persoon wil ik gaan volgen, zeg maar. Ik ben dus van 24 tot 30 juli gegroeid met 6 volgers en heb in totaal 275.000 nieuwe accounts bereikt, waarvan bijna 200.000 alleen maar in deze week door samen te werken met andere mensen. En dat evenement van Cherry had ik toevallig gezien bij Tibor, die verkocht sportkaarten om met 100 man maximaal te gaan sporten met Jerry. En ik dacht, ja, waarom niet lekker filmpjes maken daar? Vind ik gewoon leuk om te doen. Ik heb in mijn leven overigens nog nooit gestemd op een politieke partij. Meer omdat ik vanuit huis heb meegekregen van mijn vader. Ja, Marco, je kan wel stemmen op dingen, maar in voormalig Joegoslavië, Bosnië, waar mijn ouders toen leefden, hoefde niemand te stemmen en betaalden we niet voor school. En ook niet eens voor gezondheidszorg. Dus het leven was in het socialistisch-communistisch systeem vroeger veel beter dan in de democratie. Hier kost alles heel veel geld. Ik heb dat een beetje vanuit huis meegekregen, waardoor ik nog nooit op een politieke partij heb gestemd. Maar in de toekomst wil ik dit wel gaan veranderen. Ik weet niet of het deze politieke partij wordt. Maar ik vond het gewoon leuk om video's te maken. Niemand wist die dag dat ik dit zou doen. Maar Jerry zei, hey, het lijkt me leuk als jullie video's maken en we daarmee viraal gaan. Dus ik dacht, ja, als die man daarom vraagt en ik kan dat, nou, dan probeer ik het. En dit was het resultaat. Ook op TikTok meer dan 50.000 volgers bereikt. Op YouTube meer dan 10.000 uit mijn hoofd. Door gewoon dezelfde video ook daar te delen. Vind je dit soort social media analyses handig, waarbij je leert hoe je meer volgers en meer bereik kan krijgen? Vergeet dan alsjeblieft niet om te liken en te abonneren. Het is volledig gratis. En hiermee help je mij om meer van dit soort video's te maken, waarin ik analyses doe van hoe het algoritme nou voor ons werkt.